naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand? Guus Uttenwaard is een week of wat geleden, toen hij terugkwam met de trekker na het hooien van het land. Met een behoorlijk flinke vaart tegen de koeienstal gereden, zijn trekker toten los en zijn kop in het verband. Nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe mazzer komen. De schoenendoos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. En op zaterdag het Guus de bus naar Rotterdam genomen. En in zijn binnenzak had Guus een flinke boerentiet met geld. Guus Uttenwaard had zich nooit in een stad begeven. Hij kende alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Zien uit het vroeger zei dat zwaar de wilde wijven leven. Die worden stuver met naar boven gaan voor de vrijerij. Daar kreeg je grote pusten van, want al die wijven nu te steden leven daar in zonde en die gaan ook naar de kerk. Alleen aan grote feesten, orgies en excessen deden. Ja, de duvel in de steden, net daar flink waar over werk. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand? Guus Uttenwaard liep daar constant aan te denken, toen ergens in de binnenstad een struisje tot hem zei: hey, ga je mee kleedwaas een lekker neutje schenken? Daar komen enkel mensen met manieren zoals jij. Huizen Constans geeft je een kans, schat, kom je lekker mee naar boven. En Guus dacht, als pastoor het wist, dan kom ik in de hel. Die blote billen naakte wieven, Guus die kon het niet geloven. Dit had een Uttenwaard nog nooit ervaard, maar Guus had het nu wel. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand? Guus Uttenwaard kreeg de smaak nu goed te pakken en kocht geen grote trekker, maar een snel Amerikaan. Daar scheurt hij mee naar Rotterdam om flink daardoor te zakken. Met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan. Het hele dorp kreeg schande over Uttenwaard en zijn manieren. En pastoor zegt, nou die Uttenwaard, die komt vast in de hel. Maar Guus vergat zijn boerderij, het land en al zijn dieren. En spandeerde heel zijn schoenendoos aan het wilde wijvenspel. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is daar aan de hand? Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand? Houden we bedankt, olé, olé. Houden we bedankt.